Vandaag doen wij de tweede wet van Kirchhoff. We gaan dezelfde som oplossen met de tweede wet van Kirchhoff. En we moeten op hetzelfde antwoord komen. Nou, de tweede wet van Kirchhoff zegt, zeg maar, u is nul. Daar gaan we een paar dingen erbij tekenen. We gaan hier de stroom tekenen. We noemen hem IA en hij is altijd met de klok mee. Hij is als de wijzers van de klok in dezelfde richting van de wijzers van de klok. Mee met de klok. Met de klok mee. Nou, als we kijken, het heet de maas methode. En waarom heet het de maas methode? Omdat we gaan kijken naar de maas, de kring. De maas kan zijn een vierkant, een rechthoek, een driehoek, een cirkel, een maas, een kring, een ring. Nou, de maasmethode zegt, dus de tweede wet van Kirchhoff, zeg maar u is 0, zegt u, we beginnen bij u, dat is 6. We zeggen 6 omdat hij van min naar plus gaat. Dus dat is het positief 6. Hij gaat van min naar plus. Die bron is belangrijk. Als je ziet, als hij van plus naar min, als dit hier plus was en dit min, dan zou hij hebben min 6. Maar we hebben geluk dat het van min naar plus is. Dus het is plus 6. Dat is, in deze ring bekeken heb je de stroom IA. En hij gaat langs deze weerstanden. Twee weerstanden passeert hij, namelijk 3 en 4. Maar als hij hier passeert, dan krijgt hij een beetje tegenwerking van IB. En omdat hij tegenwerkt, ga je hem aftrekken. Maar je moet ook aangeven in welke weerstand hij hem tegenwerkt, namelijk in die weerstand van 4. Gaan we naar de tweede maas, dan zien we daar alleen een bron van 3. Is hij plus of min 3? Hij is plus 3, want hij gaat van min naar plus, dus hij is positief 3. Was het van plus naar min, dan zou hij negatief 3 zijn. Maar omdat hij zo gaat van min naar plus, is hij positief 3. Daar heb je dus de stroom IB. Dan ga je hier IB invullen. IB passeert 2 weerstanden, namelijk die van 4 en 6. Ga je dit schrijven. En hij krijgt een beetje tegenwerking hier van IA. Dus dan ga je IA aftrekken, want hij is tegengesteld. IB gaat naar boven terwijl IA naar beneden komt. En bij welke weerstand ondervindt hij die tegenwerking? Bij die weerstand van 4. Nou, dan ga je dit een beetje fatsoenlijker opschrijven. Wie kan nog zo lelijk? Een beetje netjes opschrijven. Kijk maar, ik ga het voor je doen. Je zegt 6 is 7 IA min 4 IB. Hier zeg je 3 is 10 IB min 4 IA. Wat je altijd moet doen is opnieuw schrijven. 6 is 7 IA min 4 IB. En waarom zeg ik opnieuw schrijven? Je moet alle IA'tjes onder IA en alle IB'tjes onder IB. Dus in één rij onder elkaar. Dus dan ga je hier schrijven min 4 IA. Onder elkaar en die plus 10 IB. Er is niks veranderd, ik heb het alleen netjes onder elkaar. IA onder IA, IB onder IB. Een andere regel, ik wil je wat leren, wat je hier gaat doen is een techniekje toepassen. Want eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je hier en hier hetzelfde getal krijgt, maar plus min of min plus. Maar omdat dit een beetje lastig is, dan kiezen we liever voor deze twee getallen. Hier hebben we een min en een plus, dat is een ideale situatie. En om hier hetzelfde getal te krijgen, zouden we dit met 5 vermenigvuldigen en dit met 2. Want dan krijgen we hier min 20 en hier plus 20. En dat is wat we willen. Dat hetzelfde getal, maar alleen een verschil van plus en min of min en plus. Dat gaan we dan hiermee vermenigvuldigen. Dit krijg je bij wiskunde. Hier ga je toepassen.
30. 5 maal 7 is 35. En hier die min niet vergeten. En 5 maal 4 is 20. Sorry hoor, ik ben die IA vergeten. En dat is een grote fout. IA. Min hier niet vergeten. En 5 maal 4 is 20. IB. Hetzelfde hier. 2 maal 3 is 6. 2 maal min 4 is min 8. Die min niet vergeten. En hier heb je een plus. En 2 maal 10 is 20. En daar is hem wat je wilde. Je wilde hier een plus-min situatie of een min-plus situatie. En je wilde eenzelfde getal. Waarom wilde je dat hebben? Zodat je ze met elkaar kan optellen en dat ze wegvallen. Kijk maar. 36 is 35 min 8. Dus 30 plus 6 is 36. 35 min 8 is 27. En dit is wat je wilde, dat ze wegvallen. To get rid of it. Just get rid of it. Je wilt het elimineren, weg hebben. Nou, hier krijg ik voor IA is 36, 27 gedeeld door 36, no? Is, wie heeft een calculator? IA is dus 36 gedeeld door 27, dacht ik. Hoeveel krijg je daarvoor? 36 gedeeld door 27. 1/1/3, no? 1/1/3 ampère. En dan ga je dit antwoord van IA hier bijvoorbeeld hier substitueren of hier substitueren. En dan krijg je daaruit jouw IB. Kijk maar. Als ik hier dat substitueer, die 1,33, dan krijg ik 3 is 10 IB min 4 maal 1,33. Dus dan krijg ik hier 4 maal 1,33, 4/4. Dan wordt het 3 plus 4/4 is 7, 4/4 is 10 IB. Dus IB is 10 gedeeld door 10. Is dat 0,83 ampère? Alsjeblieft. Nou, ben je klaar? Als je denkt of er, als je twijfelt, ga je weer kijken wat was de opdracht in de som. De opdracht was bereken I1, I2 en I3. Dan ga je nu dat zoeken, want je bent nog niet klaar. I1 is hier en als je zo kijkt, dan zie je dat I1 dezelfde richting heeft als IA. En dus ook even groot is. Dus I1 is IA en dat is 1/1/3 ampère. I2. Laten we I2 even overslaan. I3. I3 heeft dezelfde richting als IB. En hij is even groot als IB. Dus I3 is IB. Je moet het precies zo op de rest schrijven, anders ga je punten verliezen hoor. 0,83 ampère. En als we nu kijken naar I2. I2 heeft dezelfde richting als IA. Dus alvast schrijf je IA. Dan ga je kijken in deze tak. Is er iemand die tegengesteld gericht is? Ja, IB. Dus dan ga je hem aftrekken. Ja. Dus dat wordt 1,33 min 0,83 is een halve ampère. En hadden we dezelfde antwoorden bij de eerste wet? Ja, dus onze som is ongetwijfeld goed. Heel goed en makkelijk.